als we aan Orchard willen beginnen, kunnen we dat op vier manieren installeren. Er is een webhook platform installer, waarbij nog een aantal andere zaken van Microsoft geïnstalleerd worden. Een van die tools is WebMatrix. WebMatrix is eigenlijk een tool om gemakkelijk sites te beheren, publishen en lokaal te bekijken. En die gaan we straks verder uitspitten. Je kan ook gewoon de sources downloaden. Je hebt de webversie, dus meer compact voor als je gewoon out-of-the-box zaken wil gebruiken. Of de sourceversie, dat je effectief mee wil gaan ontwikkelen en dus eigenlijk bijdragen aan die community voor Orchards verder te laten ontwikkelen. En ook via source control kan je het ook gaan halen. Dit is een GitHub, geloof ik, waarbij je kan forken en dan verder werken. Dan gaan we ineens beginnen met Orchards verder te bekijken. Belangrijk is administration, maar we zullen daarvoor eerst een Orchard opzetten. Wat heb je daarvoor nodig? Dus is die fameuze WebMatrix tool. En je kan, ik vergeet altijd welke van de twee, maar ik geloof dat het Application Gallery is. En daar heb je de mogelijkheid om zo'n Orchard CMS site te installeren. Ik ga een naam geven en dan gaan we die verder gebruiken voor de rest van de demo. Zo, dan gaat hij normaal gezien gelijk starten. Voilà. De setup is redelijk basic. Wat verwachten ze van u? Gewoon de naam van uw site. In dit geval, Orchard demo. Dan van de admin user mag je het paswoord initieel instellen. Dus default is het built-in, dat is de gemakkelijkste versie. Dus dat gaat hem achterliggend een SD-file aanmaken. Dus dat is een SQL Server compact file. Handig, als je gewoon even wilt starten en wilt uitproberen. Niet aangeraden als je naar productie wil gaan, want die kan niet veel transacties aan. Dus als je een heavy load op zit, gaat het echt wat traag gaan. Dus dan is het best van de tweede optie te kiezen en effectief een SQL Server aan te schrijven. Je kan een recipe kiezen. Een recipe is eigenlijk ik ga gelijk starten, want de default is oké. Een recipe is een verzameling van standaard instellingen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een aantal modules die daarin zitten, dat je die eigenlijk direct mee wil installeren. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn voor een bedrijf die altijd e-shops opstelt en waarbij er al default set van modules bij wil activeren bij de start.